Zeker, we zijn wel met een soort van meta-uitzending bezig. Want er staat, dat zie je waarschijnlijk niet in beeld, maar wellicht dat een van de camera's het kan meepakken. Er staat hier een iPhone en jij kijkt naar de uitzending die Elger, die daar op de bank zit, op dit moment aan het maken is via Periscope. Ik neem aan dat Michiel Frakkers, die ook op die bank zit, die zal ongetwijfeld via Meerkat hetzelfde aan het uitzenden zijn. Zijn uitzending aan het kijken. Totale gekte. Totale gekte, daar gaan we straks. Er is een verzoek of je even wil roepen waar mensen de FMT-uitzending kunnen kijken, die op Periscope kijken en geen nemen waar ze FMT kijken. Oké, fastmovingtargets.nl. Heel ouderwets. Heel ouderwets, via gewoon een domeinnaam. Gewoon op een website. Ja. Een website. Dat is wel heel erg 2014. Hebben wij weer. Maar goed, daar komen we straks op terug. We spreken eerst met Patrick de Leven van The Next Web. Patrick, welkom. Dit jaar de 10e Next Web editie in Nederland. Ja. Ik weet de eerste nog, die was hier niet zo heel ver vandaan, hè? Vlak bij het Centraal Station. Althans, was dat de eerste? Ja, in de Barbizon Palace. Ja, Barbizon Palace. Ja, klopt. En, toen had ik nog haar. Oh, dat weet ik. Ik ken jou niet anders dan zonder haar. Dus dat moment ben ik vergeten. Maar eventjes voor wie minder in de materie zit. Wat is The Next Web, de conferentie? De conferentie, we zijn in 2006 een conferentie gestart over technologie internet. Toen was er echt helemaal niets te doen op dit gebied. Daar waren we eigenlijk een van de eerste mee in Nederland en sowieso ook in Europa. Was toen heel klein. Jij was bij de eerste, waren 280 man. En nu zijn er de 10e editie. 3.500 man komen er uit 60 landen. We hebben 60 sprekers. Het is 2 dagen en op het Westgasterrein. En daar komt de technologiewereld bij elkaar. Ik heb vernomen dat jullie er ook zijn. Maar er zijn nog wat onderhandelingen gaande, geloof ik. Wij zijn niet heel goedkoop. Dat begrijp ik. Dat horen wij dan wel van ons management. Wij weten er zelf ook niks van. Dat begrijp ik. Ik heb al de contracten al zien liggen. Jullie zijn er. Alleen we moeten nog even... De laatste getalletjes moeten nog ingevoerd worden. Even heel kort. Maar het is dan dat jullie zijn... Dit is het evenement, maar jullie zijn een van de grootste technologie-websites van de wereld met The Next Web. Het mooie van het verhaal is, je hoeft het niet helemaal te vertellen, maar jullie, het is eigenlijk vrij toevallig allemaal begonnen. Want jullie waren met, ik herinner me, een dienst waar je soort stickertjes op, je kon plakkertjes, Fleck heette dat, meen ik. Fleck, inderdaad. Ja, we hadden een start-up, Fleck, en dat was een web annotation service, inderdaad. En... We hadden geen idee hoe we dat moesten markten. En toen belden we iemand in Amerika. Die zei, weet je wat je moet doen? Je moet naar een conferentie gaan. Want daar is iedereen die er verstand van heeft. Alle journalisten zijn er. Je kan feedback krijgen op je product. Toen dachten we, hey, goed idee. Toen konden we het niet betalen. Dus toen dachten we, dan organiseren we zelf maar wat. En dus toen we het hier organiseerden, wilden we het lanceren. Maar daar hadden we helemaal geen tijd voor. Dus om het product af te krijgen. Dus dat hebben we uiteindelijk ook niet gedaan. En Fleck is uiteindelijk helaas ten onder gegaan. En The Next Web is, eigenlijk vanuit het event is het, zijn we Mediatak daarnaast begonnen. En dus dat is de website zoals de meeste mensen het eigenlijk nu kennen. Zeker in het buitenland. en daar zijn we eigenlijk bijvoorbeeld in Nederland weer heel klein. Dus we hebben maar 2% van onze traffic komt uit Nederland. We zitten op bijna 50% uit Amerika. En we doen nu een event in Amsterdam en in november eentje in New York. En we zijn niet heel lang geleden een nieuwe tak daarnaast begonnen. Dat is een datatak. En daar tracken we eigenlijk alle start-ups. Dat was een beetje de aanleiding voor ons om jou uit te nodigen. Oh jee. Nu begint de Next Web. Of jullie wel vaker wat nieuws? Want het is ook een soort... boom of paraplu, hoe je het ook wil noemen, waaronder jullie ook allerlei nieuwe dingen proberen. Ja. De Next Web Index heet het. Is het een beetje te vergelijken met wat TechCrunch ook doet in hun database? Het is wel heel anders dan Crunchbase, maar de gedachte erachter dat je meer data wil hebben over de bedrijven waar je over schrijft, die is wel redelijk hetzelfde. Maar voor de user is TechCrunch eigenlijk een database waar ik zoek
informatie over één bedrijf. Ja. En dan kan je dat daar heel goed vinden. Maar als je bijvoorbeeld zegt, ik zoek informatie over, of ik wil weten wat er gaande is op een dynamische database wat wij hebben, over tijd in Amsterdam, in Groningen, in Nederland, of in een stad, of in een markt, zeg maar, Internet of Things, of live streaming, dan kan je dat bij ons eigenlijk, volg je alle startups die daarin zitten, en wij tracken dingen als funding. We tracken wie schrijft erover. Nou, dat doet bijvoorbeeld Crunchbase ook niet. Dus wij kijken eigenlijk bij allerlei technologie, nieuws, sites. Daar halen we alle artikelen van binnen. En daar doen we een soort entity matching op. Dus we kijken naar... Dus qua database zou het vergelijkbaar kunnen zijn, maar jullie ontsluiten het totaal anders en voegen er allerlei dingen aan toe. Met dynamische content, waar wordt over geschreven. Je kunt een tijdlijn samenstellen met de bedrijven die jij wilt volgen in een regio die jij interessant vindt. Bijvoorbeeld, ja. En uiteindelijk levert dat intelligentie op. Dus het uiteindelijke doel is dat het een business intelligence tool is voor investeerders, journalisten. Ik begreep dat het een beetje begonnen was op jullie eigen redactie als een interne tool, klopt dat? Ja, inderdaad. Dus we hadden wat discussies over wanneer cover je nou een bepaalde start-up en wanneer schrijf je er niet over. En wat blijkt is dat heel veel start-ups, sommige zijn gewoon goed in hun PR en andere niet. Ja. Maar dat is eigenlijk niet zo heel eerlijk. Dus ik zocht naar een manier, hoe kunnen we dat nou eerlijker maken? En een van de manieren is, onze editors zeggen dan, we weten ook niet alles wat er gaande is. Hè? Dus toen zei ik, maar stel je nou voor dat je een dashboard kan geven. Dat je zegt, ik tik deze start-up in en je krijgt meteen de gerelateerde start-ups. Hoe groeien ze, et cetera, et cetera. Nou, zeg, dat zou super interessant zijn, want dan kunnen we in ieder geval, als we bepalen om over die start-up te schrijven, zouden we ook mee kunnen nemen dat er ook nog andere start-ups zijn of andere bedrijven zijn die in dezelfde sector zitten. En daar kan je weer opinie over hebben. Dus stel je voor dat je niet wist dat Periscope en Meerkat allebei bestonden, dan zou je naar boven zien komen dat die bedrijven allebei lekker bezig zijn, die producten. En daar kan je dus in een verhaal van Meerkat kan je dus reflecteren aan Periscope. Nou, beginnen jullie over het algemeen geen dingen als je niet ook onmiddellijk een idee hebt hoe je daar geld mee gaat verdienen? Hoe ga je dat hiermee doen? We hebben wel ideeën hoe we daar geld aan moeten verdienen. Dus we hebben een soort van roadmap gemaakt en daar staan allerlei features in die we graag willen hebben. En er zitten nu, het is nog in closed beta, dus... als je naar nextweb.com/index gaat, dan kan je er eigenlijk nog niet in. Maar je laat iedereen erin. Hè? Wat is de closed beta in deze? Nou, het is letterlijk tot 2 weken geleden was het nog helemaal closed. Zaten er misschien 400 man op. Ja. En de afgelopen 2 weken afgelopen 4 weken zitten nu 7000 man op. Okay. Maar we laten niet iedereen erin. Nog steeds niet. Dus het kan een paar dagen duren voordat je uitgenodigd wordt. Maar anyway, hoe je er geld op kan verdienen. Dus de mensen die vragen ons van, zouden we ook meerdere streams kunnen bouwen? Dus ik heb portfolio companies, die wil ik volgen in een aparte stream. Ik heb bedrijven waar ik in geïnteresseerd ben, die ik zou willen volgen in een aparte stream. En dat weer met mijn partners delen. Nou, dat zijn dingen waar je aan kan denken, waar je een recurring model op kan draaien. Hey, je vertelde net, hè, je kan hier heel veel aan hebben, op termijn de data die je verzamelt en die je interpreteert, et cetera. Zit dat er nu al in of is dat een toekomst? Wij zien aan de achterkant zien we al heel veel interessante data naar boven borrelen. En we zijn dat steeds meer aan het ontsluiten. Een voorbeeld is, we pakken allemaal artikelen van de TechCrunch, The Verge, Recode, New York Times, Wall Street Journal, Tech in Asia, Tech EU, noem het maar op. En al die artikelen die lezen wij uit en daar bepalen we over waar gaat dit over. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar de velocity over hoe snel dat artikel verspreidt over het internet. En op basis daarvan kan je weer trending nieuws laten zien. Dus als je, ik weet niet of je nu in het product zit. Ja, ik kan het wel even wat laten zien. Als je mijn scherm er even bij pakt. Dit is eigenlijk de index, hoe die eruit ziet. Dit is de tijdlijn die... Een lelijk plaatje zie ik, ja. Ja, de tijdlijn die ik heb ingesteld. Ik ben wat bedrijven gaan volgen.
Maar je kunt ook zeggen van, nou ja, ik wil wat meer weten over een bepaald bedrijf. Dan kun je bijvoorbeeld zoeken en zeggen, nou, Peerby. Oké, dan krijg je wat er over geschreven is de afgelopen tijd. Maar bijvoorbeeld ook de funding die ze de afgelopen tijd hebben binnengehaald. Ja. En zo kun je eigenlijk door die hele database kun je voor een groot gedeelte personaliseren wat je wil volgen. Dus mijn tijdlijn is gebaseerd op het feit dat ik zeg, nou, ik ben geïnteresseerd in Amsterdamse bedrijven en in specifiek die andere bedrijven. Ja. Tegelijkertijd heeft het een hele goede zoekfunctie. Wat ik me gelijk afvroeg, ik zit nu op dat scherm van Peerby met die funding bijvoorbeeld. Is dat de informatie die bij jullie vandaan komt? Hoe verifieer je dat allemaal? Hoe valideer je dat allemaal? De informatie komt van allerlei verschillende bronnen. Maar heel veel artikelen die we binnentrekken, die hebben de woorden investment, raised, funding in erin zitten. Die filteren we eigenlijk naar boven. En dan zit er een panel achter die zegt, dit is inderdaad een artikel over funding. En het gaat in dit geval over Peerby. En het is zoveel en dan voegen we dat op die manier toe. Dus dat is een redactie. Zeg maar. Die krijgt eerst automatisch dan een redactie die zegt dit is goed of dit is niet goed. Ja, dus dat is een manier hoe we daarop komen. Verder zoeken wij gewoon het internet af naar data over... over die fundingrondes. Maar een ander dingetje wat je bijvoorbeeld kan zien is als je nu op trending news klikt bovenin. Is iets wat we net live hebben gezet. Daar krijg je eigenlijk alle artikelen die je vandaag zou moeten lezen over. Dit is niet gepersonaliseerd, dus dit is gewoon wat er trending is vandaag op het internet van alle bedrijven die wij kennen. Ja, en dan kijk je naar de verschillende bronnen. Je zei, zeg maar, de TechCrunchers, jullie eigen site, et cetera. En dan kijk je bijvoorbeeld naar het aantal likes of het aantal shares of het aantal reacties. Dat soort elementen neem je allemaal mee om te bepalen wat moeten wij gelezen hebben. We laten bijvoorbeeld ook zien waar er nog meer over geschreven wordt. Dus je ziet bijvoorbeeld dit verhaal van Amazon. Zie je daaronder staan, also on. En die wordt ook op TechCrunch geschreven. Dus hetzelfde verhaal eigenlijk vind je ook op TechCrunch. Dus, hier groeperen we ook weer alle data bij. Nou, dit is gewoon eigenlijk superhandig. Een dag heb je het nieuws gemist. Nou, dan kijk je even hierop. Dan zie je de drie artikelen die je leuk vindt. Nou, zo proberen we eigenlijk steeds data die we eigenlijk al hebben naar boven op een andere manier te ontsluiten. Waardoor mensen vaak terugkomen. Ja, waardoor ben je niet je eigen site aan het ondergraven hiermee? Wordt dit eigenlijk niet interessanter dan naar de Next Web zelf gaan? Want dit is het beste van de Next Web en het beste van de rest. Ja, klopt. Misschien wel. Dat zullen we moeten zien. Maar dat zorgt ervoor dat onze editors beter moeten schrijven. Dus hopelijk wordt de content dan weer beter. Maar het is een andere manier van nieuws consumeren, zeg maar. Ja, en nogmaals, hoe gaan jullie hier geld mee verdienen? Gaat straks een gedeelte van... de informatie achter een slotje of moet je lid worden of hoe gaat dat werken? Nou, alles wat je nu ziet, dat blijft gratis. Maar er komen inderdaad functionaliteiten. Bijvoorbeeld, ik kan je hier een voorbeeld van geven. Dit gaat nu over alle artikelen. Ja. Maar wij kunnen aan de achterkant al zien, als je alleen maar de beste artikelen wil over auto's. Die hebben wij ook, maar die laten we nu niet zien. Die zouden we achter een betaalmuurtje kunnen zetten. Dat je wil samenwerken met je partners om informatie te vergaren. En veel bedrijven of veel investeerders kijken naar welke start-ups groeien snel. Nou, dan kan, stel dat wij met z'n drieën samenwerken, dan kunnen we alle drie het één voor één het werk doen. Of ik kan het werk doen en ik kan het met jullie delen. Nou, en dat zijn de soort betaalde functies die erin komen. Ja. Even aansluiten op die vraag van Evan zojuist. Die vroeg van, goh, gaat het jullie eigen website niet kannibaliseren? We hebben met jouw partner in crime, Boris, ook wel eens discussies over gehad. Van, weet je wel, wat is jullie roadmap met de Next Web? Mm-hmm. En het idee, zoals ik het heb begrepen, is altijd dat alles wat jullie erbij proberen te doen, dat uiteindelijk natuurlijk de waarde van het merk moet vergroten. Hoe zie jij dit initiatief binnen jullie portfolio? Waarom is dit zo? Is dit belangrijk genoeg om veel geld en tijd in te steken? Ja, als je kijkt naar de Next Web zelf, daar heb je eigenlijk daar heb je lezers. En een lezer die komt terug of die komt niet terug. Ja.
En wij willen eigenlijk, de roadmap is van lezers, willen we naar zoveel mogelijk users. Nou, ik vind je nieuws achter een paywall zetten, dat vind ik niet naar users gaan. Dus je moet iets extra's bieden. Nou, dit is een hele mooie service waarmee je van lezers naar users kan gaan. En uiteindelijk wil je naar consumers gaan. Dus daarvan een gedeelte van de users gaat ook weer betalen voor een dienst. Nou, ik denk dat dat heel gezond is. Als je kijkt naar het aantal users wat we denken binnen te kunnen halen. Dus ik hoop dat we voor dit product, zeg maar, als we hier volgend jaar weer zitten, dat we dan 100.000 users daarop hebben. Ja. En dan heb je het over, dit is serieus data intensief en niemand doet dit. En dat heeft ook een reden, want het is echt heel erg lastig. En je bent eigenlijk op heel veel verschillende manieren een soort marketplace aan het bouwen. Dus tussen start-ups en investeerders, tussen start-ups en media. De investeerders zelf, die krijgen ook allemaal profielen. Het is allemaal, heel veel is geautomatiseerd en een gedeelte niet. En dat maakt het zo. Nou, kunnen heel veel partijen zelf hun profielen aanmaken, beheren en uitbouwen. Ik vroeg het net ook al. Hoe valideer je dat? En is dat niet ook een risico dat je allerlei informatie erop krijgt die niet noodzakelijkerwijs hoeft te kloppen? En als je het schaalbaar wil maken, wat je wil. Kun je het niet allemaal meer controleren. Dat is niet te doen. Nou, daar hebben we eigenlijk een hele makkelijke methode voor. Dus je kan een bedrijf claimen. Wij checken of je bij dat bedrijf werkt. Dus je moet een e-mailadres hebben van dat bedrijf. Nou, als je dat hebt, dan zeggen we dan werk je daar. En vervolgens kan je data aanpassen. En de data die je aan kan passen zijn, je kan producten toevoegen, je kan een investering toevoegen. Heel simpel gezegd, wat gebeurt er op het moment dat je zegt met FNT, we hebben 100 miljoen opgehaald? Jouw naam staat erbij. En het is niet waar. Ik bedoel, zijn wij dan de lul? Jouw naam staat erbij. Jij hebt het gedaan, dus wij zetten het erbij aangepast door. Dus, dus in principe, doordat je weet wie het is. Iedereen is ingelogd met een social profile. Anders kan dat niet, hè? Je moest LinkedIn of Twitter koppelen, allebei. LinkedIn is nu alleen. En dat heeft ook echt een reden, want alle comments die je achterlaat, staat je naam bij. Alle informatie die je toevoegt, staat ook je naam bij. En dan schaadt het dus je eigen reputatie. Dus ja. Komt er een moment dat er verkeerde data in terechtkomt? Ik denk het wel. Maar ik denk dat... Er zit een zelfcontrolerend mechanisme in, zelfverschonende regel. Blijkt tot nu toe vrij goed te werken. Ja. Wat wel grappig is, als je dus nu... Want jij zei, jij volgt Amsterdam. Als er dus morgen een nieuwe start-up in Amsterdam komt, hoef jij die niet meer te volgen. Ja. Die komt automatisch in jouw stream als er wat gebeurt. Hè? Dus als ze funding ophalen of als iCulture erover schrijft of Nutech of e-mails, of The Next Web, of TechCrunch. Dan komt het pas in je stream. Maar het grappige is dus ook dat bedrijf in Amsterdam, dat komt op Index. En die heeft meteen 200, 300, 400 volgers. Omdat de stad Amsterdam zoveel volgers heeft. Dus er zit meteen wel een soort van... Je hoeft niet, zoals bij Twitter, of je niet, als je nu op Twitter gaat, ga dan maar eens volgers krijgen. Ja. Dat is best wel lastig. Ja. Dus er zitten best wel wat, ik vind dat wel wat handige foefjes eigenlijk. En daar hebben we natuurlijk over nagedacht van tevoren. Van wat is nou, waarom zou jij je informatie updaten? En op het moment dat ik mijn informatie update of ik voeg een product toe, dan stuur ik een push-notificatie naar iedereen die stad volgt. Niet Johan Schakel nog wat cijfers weten en feiten. Die zegt als we het over users hebben, op hoeveel users of klanten mik je bij deze dienst? En hoe verhoudt zich dat tot het aantal bezoekers wat je op je blog hebt? Wat natuurlijk enorm is, hè? Wat was het ook weer? Wat doen jullie op het moment? Ja, dat verschilt een beetje per maand, maar tussen 7 en 10 miljoen. Ja. En wat ik riep volgens mij net, ik zou heel blij zijn, 100.000 over een jaar als ik hier weer over een jaar zit. Dus laten we dat even aan. Dat is heel bescheiden. Als je, ja, maar het is ook niet. Het is eigenlijk niet een product, zeg maar, voor de casual tech reader. Die kan gewoon wel af met naar zijn favoriete website gaan en daar lezen.
Dus ja. Ja, en nog een vraag op Twitter. Trek je ook de database van Crunchbase leeg? En heb je daar overleg over met TechCrunch? Nou, ik zit morgenavond met ze aan de telefoon. Dus Crunchbase heeft zijn API gesloten. Dus ja. Dat is overigens wel interessant. Er zijn heel veel bedrijven die natuurlijk daar... diensten opgebouwd hebben, ja. En de API's is toch juist het ding van het internet van de afgelopen jaren. Absoluut. Want de API's verrijken je eigen dienst, zeg maar. Want andere mensen kunnen erop doorborduren, zoals de Next Web. Ja, wat TechCrunch heeft gevonden, denk ik, is dat ze zelf niet zo goed zijn in het monetizen van hun database, maar ze hebben wel hele waardevolle data. En dus er zijn andere partijen die daar gewoon diensten opbouwen waar ze geld mee verdienen. Dus wat heeft TechCrunch gedaan? Die heeft gezegd, nou ja, ze hebben het niet afgesloten. Ze hebben gezegd, 25.000 calls lifetime API access. Ja. En dat betekent in normaal Nederlands, we hebben de API afgesloten. Want 25.000 calls, als wij gebruik zouden maken van de Crunchbase API, dan zijn we daar in 2 dagen doorheen of zo. Dus het is afgelopen. Ik zit morgen met ze. Ik ga wel horen wat ze. Ik ben benieuwd wat ze zeggen. Dus ze gaan er geld voor vragen. Ik ben benieuwd hoeveel het gaat kosten. Ja. Het kan $1000 per maand zijn, het kan $10.000 per maand zijn. Maar op dit moment gebruiken jullie via hun... Nou, we kijken naar... we kijken zeker naar TechCrunch. Dus daar staan natuurlijk veel investeringen op. Dus we hebben mensen die daar naar kijken. En die typen het gewoon over. Ja. Dus als ze €10.000 gaan vragen, ga ik niet betalen. Dat is goedkoper om het zelf over te typen. Nee, maar het is ook wel weer grappig om te zien dat de data van Crunchbase is eigenlijk helemaal niet compleet, zeg maar. Dus het is heel erg skewed naar Amerika. Investeringen in Europa, die zie je daar nauwelijks op terug. En een van de redenen is, er is geen incentive voor een start-up om dat aan te geven. Ja. Ondanks het feit dat het publiekelijk... Maar geldt het eigenlijk dan ook niet voor jullie? Hè? Want je geeft net eigenlijk aan, hier zijn we eigenlijk maar betrekkelijk klein. Het knap is, in Europa trekken jullie, je evenement trek je gewoon heel veel mensen. Maar 50% zei je, meen ik, dat uit de Verenigde Staten komt van het publiek. Dus jullie zijn eigenlijk ook verder gewoon heel erg een Amerikaanse site. Wil je dat dan ook veranderen? Moet jullie focus ook weer meer op Europa komen? Of zit daar ruimte? Nou, er zit zeker ruimte. Maar ik denk dat je houdt het niet echt tegen waar je publiek vandaan komt. Nee, maar het heeft ook te maken met de bedrijven waar je aandacht aan besteedt, onderwerpen. En jullie zijn ongetwijfeld, als je weet dat een groot deel van je publiek uit Amerika komt, heeft dat gevolgen voor de keuze die je maakt voor de onderwerpen waar je aandacht aan besteedt? We hebben, ik geloof, 5 editors in Amerika zitten. Die zijn zeker Amerikaans biased naar Amerika. Maar we hebben ook 4 editors in de UK zitten. En die kijken weer meer naar Europa. En dan hebben we nog India en Nieuw-Zeeland. Dus we hebben in principe wel een beetje van alles wat. Maar ons doel is eigenlijk om de website waar we willen dit jaar 100% groeien in bezoek. Nou, dat gaat niet zomaar, zeg maar. Dus daar moeten we wel wat voor doen. Dus dat heeft te maken met waar ga je over schrijven? Moet je je content focus veranderen? Hoe ziet het eruit? Hoe makkelijk zijn dingen deelbaar? Maar vertel daar eens iets over, want hoe doe je dat inderdaad? Want als ik in de geschiedenis kijk, dan is het meestal zo dat de sites die sterk wilden stijgen, zeg maar, in bezoek, daar nam de verdieping niet mee toe. Daar nam het, ik noem maar een Mashable, zeg maar. Mashable is er niet, in mijn blikveld, niet beter op geworden sinds... Dus waar kijken jullie dan naar als je die... Nou, wij hebben wel de keuze gemaakt om juist binnen technologie te blijven. Maar er is wel een verschil tussen 2008, toen de website het leven zag, en nu. Toen, als er 5 artikelen waren over technologie of start-ups per dag, was het veel. Nu heb je heel veel verhalen per dag. En dat kunnen er honderden zijn. Bij jullie zelf? Nee, niet bij ons. Maar in het gebied, zeg maar. In het gebied. Dus dat betekent ook dat het gebied is veel groter geworden. Vroeger had je het internet en nu heb je daar 1000 sectoren binnen. Hoe kijken wij daarnaar? Wij kijken naar, aan de ene kant denken we dat we met de content die we hebben, dat het oog wil ook wat. Dus er zal op een gegeven moment een redesign aankomen. Dat kan veel mooier,
Wat wij zien is dat als het mooier is, wordt het ook makkelijker gedeeld. Dus dat moet je ook makkelijker maken. Daarnaast kijk je inderdaad naar topics. Waar kunnen we over schrijven? Dus je gaat eigenlijk in je data kijken met wat voor type verhalen werken goed. Dat is overigens ook wel een tip voor start-ups. Hè? Dus als je ervoor zorgt dat... wij schrijven veel over Uber bijvoorbeeld. Maar dat is ook een reden waarom iedereen veel over Uber schrijft. Waarom? Zeker toen ze klein waren, toen we over Uber schreven, zorgden zij ervoor dat er gewoon veel traffic op kwam. Nou, veel traffic betekent dat zal wel een belangrijk bedrijf zijn, ja. Want het zal wel leven. Dus aan de ene kant zorgden zij ervoor, en daardoor werd er weer meer over geschreven. Zo kom je in een soort self-fulfilling prophecy. Ik denk dat heel veel bedrijven dat eigenlijk toch wel vergeten. Die zeggen, oh leuk, we zijn gecoverd op e-mails. En die doen er vervolgens niks mee. Terwijl je eigenlijk dat moet gebruiken, aanpakken en zeggen. En dat eigenlijk naar al je, naar je userbase moet je trots op zijn dat iemand over je schrijft. Nou, hoe ziet bij jullie je businessmodel eruit en met name richting de toekomst? Kijk, in het verleden ook wel eens... Hier al geconstateerd dat het advertentiemodel ten einde aan het lopen was. En dat is niet beter geworden sindsdien. Jullie hebben ook geëxperimenteerd op de Next Web met betalen en lidmaatschap. En, ja. Nou, dat is allemaal toch lastig gebleken. Hoe kijken jullie daar nu tegenaan en hoe ga je daarmee verder? Wij zien dat de inkomsten op advertenties bij ons alleen nog maar stijgen. Maar dat komt omdat we 2 jaar geleden daar echt een belabberd mee omgingen. Wij zien dat stijgen en wij zien nog enorm veel potentie die we laten liggen. Dus wij zien daarin voor ons zelfs nog een hele grote groei. Maar over het algemeen is de trend inderdaad, zeker op automated ads, is dat het naar beneden gaat. Dus je CPM's op een bannertje gaan naar beneden. Ja, de grootste vraag is, vorige week zat er een delegatie van Google en die vroegen dezelfde vraag. En toen zei ik, nou ja, het liefst zou ik morgen alle banners uitzetten. Want ik vind het niet mooier wil worden. Nee. Ze maken ze ook alleen maar groter en we gaan er ook niet meer op klikken. Ja. Nee, we moeten op zoek naar modellen die goed zijn voor de lezer, goed zijn voor de adverteerder en goed zijn voor de ding. En die zijn er wel hoor. Ik bedoel, als je kijkt naar content marketing-achtige modellen, het doorpushen van supergoeie content. Dus je hebt allerlei bedrijven die zitten, schrijven zelf hele goede artikelen. Sorry. Ze hebben zelf hele goede content, maar ze hebben het bereik niet. Dus dan kan je zeggen, nou, ik wil eigenlijk gewoon een beetje bereik bij jou inkopen. Wil je mijn artikel niet plaatsen? Nou, en past zo'n initiatief als de Index daar ook in? Dat is een nieuw businessmodel natuurlijk. Ja. Dus op die manier, hè, dus je hebt aan de ene kant natuurlijk je hebt advertenties. En die, nou, daar heb je vele vormen van. Dus je hebt van banner ads en van content marketing. En daar zullen we tijdens een redesign zullen we ook een nieuw advertentiemodel introduceren. Tot aan, zeg maar, ja, je hebt je events, daar heb je ticket sales, sponsorships. De datatak, dus Index. En daar zal je subscription-based... Ja. En hoe past dat in iets anders? We zagen bij jullie altijd, bij jou, maar ook bij Boris, jullie waren altijd een bruisende vat met ideeën. En er werd het een na het ander gelanceerd, van voetbalmanagement games tot Twitter counters. Ja. En allerlei dingen die vaak ook na een paar maanden alweer een beetje van je eigen radar af waren. Verwaarloosde je ze en dan draaide het nog een jaartje door en dan trok je toch de sticker er maar weer uit. Een tijdje geleden zeiden jullie, nou daar kappen we allemaal mee, focus. Ja. Hoe moet ik die index daarin zien? Ja, dat is en wel. Lukt het om die focus dan aan te brengen? Ja, want nou ja, dus. En hoe moeilijk is het voor je? Ja, ik vind het superleuk. Ik werk heel veel aan index en dus we hebben daar een focus team voor. Dus, kijk, daar gaan we. Heel team. Daar gaan we heel team. Maar inderdaad, dus vroeger, we hebben nog steeds heel veel ideeën, maar die doen we gewoon niet meer. Dus we kijken gewoon naar, past het bij de Next Web? En wij vinden, ja, index, versterkt het een het ander. Versterkt het een het ander. Index, daar waren we al 3 jaar over aan het praten. Niet onder die naam overigens, maar
wel over het feit, ja, een database met alle startups. Wij moeten gewoon weten wat er in de wereld gebeurt. Ja. Dus een database van al die startups. En toen we het aan het bouwen waren, toen dacht ik ineens, ja, ik zit hier met 4 FTE vol aan index te werken voor mijn 12 editors. Dat is niet heel efficiënt. Zullen we die gewoon openmaken? Zullen we niet gewoon een product van maken waar onze lezers ook wat aan hebben? En de reacties tot nu toe, die zijn echt... zijn heel goed. Heel goed, ja. Ja. En wat heel erg leuk is, zeker ook in Amerika vinden ze het helemaal te gek. Dus, ja, ik weet ook niet precies wat het is, maar uiteindelijk wat we aan het doen zijn is, zeg maar, je hebt Bloomberg, hè? Dat is voor listed companies. En dat is eigenlijk een beetje wat we aan het doen zijn voor technologie non-listed companies. En dat is best wel, ja, Bloomberg is, daar wordt het al heel lang aan gewerkt. Maar dat is een hele uitdaging en dat zie je ook in het team terugkomen. Dus mensen die bijvoorbeeld jarenlang alleen aan een blog hebben gewerkt, die zien dit die zien dat dit is echt super leuk om aan te werken. En het versterkt het blog en de blog versterkt index. Dus ja. Zodoende. Afsluitend een vraag van Fok en Sukke. Ah. Als die database van alle startups een commercieel succes wordt, gaan alle banners op de Next Web dan weg? Het klinkt als een wens. Klinkt als laten we dat... Als wij met z'n allen die database succes maken, dan beloof jij ons... Ik verheug me op die dag. En het hoeft niet zo... onze omzet op banners is dus niet zo groot. Dus zeg maar, wij zitten best wel in discussie van zullen we het niet gewoon uitzetten? Maar het is net te pijnlijk. He, dus als wij nu een het investeer... levert gewoon nog te veel geld op. Dat als wij een investeerder zouden hebben die 2, 3 miljoen erin stopt, dan zou ik het eerst tegen die investeerder zeggen, weet je wat we gaan doen? We flikkeren al die banners eruit. En die zal dan zeggen, die kijkt er dan naar en die zou zeggen, ja, dat lijkt me een goed plan. Ja. Maar we hebben die investering niet, dus dan... We houden het nog even. Okay. Maar dat is wel mijn goal. Dat is hartstikke goed. Ja, nou, verder krijg je nog wat complimenten, maar dat kan je zelf wel teruglezen op Twitter. Ja, complimenten draaien die... Complimenten zo. Maar ik ben wel speciaal voor jullie school. Nou was het wat laat. Dat waarderen wij zeer. Hey, hartstikke leuk dat je er was. Ja, en later. Zijn er nog kaarten voor de volgende? Er zijn nog kaarten. We zitten on track voor 3500 man. En dat is echt... Dan zit het echt helemaal vol. Dus er zijn nog wel kaarten. Ik zou zeggen registreer en zorg ervoor dat je erbij bent. Het is echt een mooi event. Wij zijn erbij, Stekel, heb je gehoord. Ja, heb ik net gehoord. Dus het ligt bij het management, dus het zal wel. Oké, super man. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Wij danken Streamzilla. Stef van der Ziel, wellicht kijkt hij nu al mee. Hij komt straks ook even meepraten over de nieuwe livestream mogelijkheden. Zoals Meerkat en Periscope. Je krijgt nu in beeld dat je voor een tientje per maand ons en Media Over Innovatie kan ondersteunen. Je krijgt er dagelijks een mooie nieuwsbrief voor thuis. Zonder banners. Je krijgt alle boeken die we hebben uitgegeven voor thuis. Je krijgt ongetwijfeld, maak kans op een ticket voor de Next Web, deze editie aan. Ja, dat vind ik wel leuk. Zullen we dat doen? Ja. Eentje verloten. Want hoeveel kost het? Tientje per maand. Per maand. Dus iedereen die zich vandaag inschrijft en erover tweet... Daar kies ik één gast uit die persoonlijk op mijn gastenlijst komt. Kijk, nou, we talken. Hartstikke goed. Ja. Gaan we zo even intypen. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Blijf kijken als je live kijkt, want we gaan zo direct verder praten over Meerkat en Periscope. Dag. Dag. Ja. Ja.